Hettenbroeks, je bevestigt alweer. Wat een beklimming. Ja, het was niet de meest leuke beklimming voor mij, omdat het minder een tempo klim was, maar meer deelt het aanvallen, niet aanvallen. Dus dat was soms echt even door het melkzuur bijten. Maar uiteindelijk waren we er weer bij, dus dat is super leuk om, er weer te zijn, zeg maar. De hele dag een uitstekend gevoel en voelde je dat je gisteren goed verteerd had? Ja, ik voelde me zeker niet slecht. Het eerste uur was wel super zwaar. Ik denk dat we 56 gemiddeld of zo hadden over het eerste uur. En ook die eerste klim was ik echt, had ik het echt heel warm. Dus ik dacht, oh, dat wordt echt een lastige dag. Maar uiteindelijk op de laatste klim kwam ik er wel goed door eigenlijk. En uiteindelijk weer mee, dus dat was super leuk natuurlijk. Ja, die top 10 in de ronde van Zwitserland, die zit eraan te komen. Ik hoop dat dat gaat lukken, dat ik morgen nog goed ben en dat ik de tijd goed kan verteren, ja.